We genieten van de laatste dagen van de zomer en dat is misschien jammer, maar het goede nieuws is, er komt weer een nieuw seizoen van Frits aan. Vanaf 11 september praat ik weer over ondernemerschap, politiek, kunst en cultuur en entertainment. Maar vandaag en volgende week wil ik graag met u terugkijken naar het afgelopen seizoen. Regelmatig wordt er geklaagd dat er op de Nederlandse televisie in talkshows te weinig vrouwen zitten. Daar had ik afgelopen seizoen met Frits weer geen last van. Wat dacht je van de koningin van de typetjes, cabaretière Tineke Schouten? Zangeres Hint of Edcilia Romli die haar laatste single kwam presenteren? En politica Annemarie Jorritsma. Ik wist dat ik ophield als burgemeester en dacht, what's next, zal ik maar zeggen. Want ik was niet van plan om direct achter de geraniums te kruipen. En toen waren de verkiezingen van de Eerste Kamer kwamen eraan. Ik dacht, goed, ik kan me daar wel eens voor kandideren. En dat werd in dank aanvaard, zal ik maar zeggen. Dus het was mooi. Ja, nou is natuurlijk de Senaat, de Eerste Kamer, heeft een beetje een stoffig imago. Ja. Maar dat heb jij helemaal niet. Nou, weet je, ik hou eigenlijk wel van saaie politiek. Sterker nog, ik denk dat een land waar de politiek een beetje saai is, dat niet de beroerdste landen zijn. Nee. Dus de landen waar ze elkaar de tent uitvechten, kijk maar naar de televisie. Dat zijn meestal niet de beste landen waar je wil wonen. Dus eigenlijk pleit je ervoor om de politiek wat saaier te maken? Zou heel goed zijn. Ja? Ja, ik denk het wel, want dat duidt erop dat mensen ook dingen met elkaar willen doen. En niet alleen maar tegenover elkaar staan. Ja. En eigenlijk hebben wij pas de laatste jaren wat meer last van die uitgesproken politieke standpunten die eigenlijk nooit ergens toe leiden, zeg ik er meteen bij. Ja. En zeg maar de polder vind ik niks mis mee. Nee. Leeft dat bij jullie, de politiek? Wel degelijk, ja. Ja? Jazeker. Ja, ik lees elke dag de krant. Volg je dat allemaal? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ja, ik vind het wel heel bijzonder om te zien wat Annemarie allemaal heeft gedaan in de laatste jaren. Het heeft echt een hele loopbaan. Ja. Maar ook de stap van burgemeester weer naar de Kamer. Ja. Dat is toch al een groot verschil. Maar denk je dan ook van, nou ja, de Eerste Kamer, dat was toch als minister vooruitstrevend? Hallo, maar ik ben ondertussen 65 hoor, dus mag het een beetje rustiger? Maar ik begon in de jongste daar. Ik begon. Nee, dat is niet zo. Ik ben niet een van de oudsten, dat ik dat wel zeggen. Maar ja. Er zijn ook jongeren, er zijn zelfs hele jonge mensen. Ik vraag mezelf af of je Eerste Kamerlid moet willen worden als je nog geen maatschappelijke ervaring hebt verder. Of weinig in althans. Het is geen startfunctie. En er zit een enkeling die echt heel jong is. Ik ben benieuwd hoe die het over 4 jaar vindt. Hoe zij het, dat meisje het over 4 jaar vindt. Maar bij ons zit ook gelukkig wel wat jongere mensen. Die ook echt nog gewoon een baan hebben. Want dat is natuurlijk wel zo. Het is een part-time job. Je doet het in principe 1 dag per week. En voor mij geldt dat ik dankzij dat fractievoorzitterschap er iets meer tijd aan moet besteden. Maar die tijd heb ik dan ook. Ja. De afgelopen maanden ben je veel in de publiciteit geweest. Helaas niet met je zangcarrière, maar met privéomstandigheden. Irriteert je dat eigenlijk, dat dan zoveel aandacht trekt? Ja, ik weet niet beter sinds ik bekend ben. Dat hoort er nou eenmaal bij en dat is niet altijd even leuk. Nee, want je relatie liep dan op de klippen. Ja, dat klopt, ja. 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 En hoe is het dan nu? Het gaat nu goed. Ja? Ja, het gaat weer beter. Ja. Betekent dat ook van als je zoiets meemaakt, verwerk je dat dan ook weer in wat je schrijft en zingt? Absoluut, ja, absoluut. Voor mij is mijn muziek is eigenlijk de beste uitlaatklep. Dus het eerste wat ik ga doen, zodra ik ook maar iets in mijn systeem voel, dat kan verdriet zijn, dat kan blijheid zijn, dan schrijf ik dat op. En dat is voor mij de beste manier om dat een plekje te geven, om iets te verwerken. Maar ook om mijn blijdschap te kunnen delen met mijn fans. Dat is gewoon iets heel bijzonders. Want je bent weer aan het schrijven, hè? Ja. Voor een nieuw album? Ja, ik ben een maandje geleden in eerste instantie naar Nashville gegaan. Daar heb ik 3 fantastische tracks opgenomen. En toen ben ik gebeld vanuit L.A. of ik een specifieke songwriter wilde ontmoeten. En toen ben ik daar naartoe gevlogen, kennis gemaakt. Ik was daar heel zenuwachtig voor. Het is een man met fantastische songs op zijn naam. Staat van dienst waar je u tegen zet. En het was voor mij echt een eer ook om kennis te maken met hem. En om met hem ook in de studio te mogen werken. En dat klikte. En hoe heet hij dan? Ja, daar kan ik nog niets over zeggen.
Maar dat is het familie van Quincy Jones of zo? Nee. Maar hij heeft, nou ja, laat het zo zeggen, het is een enorm talent. En waarom hij zo goed is, de reden waarom ik met hem wilde werken was omdat hij fantastische melodielijnen schrijft. Waarom mag je dat eigenlijk niet zeggen? Nou, omdat ik nog niet weet wat er allemaal staat te gebeuren. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik binnenkort terug ga. Naar LA? Naar LA, ja, daar ga ik een maand naartoe. En daar ga ik een maand schrijven met een heel Amerikaans team. Zij hebben namelijk net een nieuwe... En met hem ook? Met hem ook, ik vind ja. Het wel heel spannend worden. Het is heel spannend, ja. Ze hebben mij ook gevraagd of ik eventueel bereid ben om te verhuizen. Tuurlijk. Dus wellicht ga ik naar LA. Ik weet echt nog niet hoe mijn jaar eruit gaat zien. Nee, dus het is heel spannend. Maar je gaat daar een maand schrijven, maar je bent ook al bezig aan het schrijven. Dat wordt dus een nieuw album. Ja. En wat kunnen we daar verwachten? Is dat in lijn met wat je eerder hebt gedaan? Helemaal nieuw? Nee, we gaan echt totaal iets anders doen. Juist omdat ik de mensen of mijn fans wil verrassen, maar ook mezelf wil opnieuw uitdagen. Dat doe je sowieso met elke plaat. Maar ja, dit team heeft gewoon geprobeerd ook om te kijken naar de muziek die ik nog niet heb gemaakt. Maar ook om te kijken hoe kun je stem op een andere manier laten klinken. En wat kun je allemaal met mijn stem? Ik heb in het verleden heel veel verschillende dingen gedaan. En nu zijn we in zo'n creatief proces dat we hebben gezegd, het moet anders zijn. Ik wil wel een stukje van mijn cultuur erin verwerken. Ja, ja, want veel van jouw nummers hebben ook een beetje Marokkaanse invloed. Ja, absoluut. Absoluut. Het is voor mij altijd een soort must geweest om dat erin te verwerken. Ja. Maar het moet wel organisch en ontstaan. En dat blijft? Ja, maar wel op een hele moderne manier. Weer anders? Weer anders. Misschien wel elektronisch. Oké. Okay. Nou, 5 jaar geleden kwam jouw laatste album uit, hè? Ja. Je laatste single kwam vorig jaar uit, na 2 jaar wachten. Mm-hmm. Waarom duurde dat zo lang eigenlijk? Ja, omdat ik gewoon niet zo ver was nog. En ik zit natuurlijk in een industrie waarin niets zeker is. Ja. Net de politiek. Ja. En ik heb natuurlijk best wel wat dingetjes meegemaakt. Ik heb in eerste instantie, toen ik begon, zat ik bij een platenmaatschappij. Daarna werd ik zelfstandig. En toen kwam het project Celeband op mijn pad, waarin ik via een fundingplatform, zeg maar, een bedrag bij elkaar verzamelde middels mijn fans, waar ik ze overigens nog steeds heel dankbaar voor ben. Dat was een heel spannend avontuur. En toen veranderde steeds meer die industrie naar een single download cultuur. Ja. Waarin mensen dus hun eigen album samenstellen. En dus de beste liedjes gewoon van verschillende artiesten selecteren. En dat op een cd'tje zetten. Ja. En dat was de reden waarom ik dacht, nou, ik ga eerst eens kijken, als ik nou 1 single uitbreng, wat gaat daar dan mee gebeuren? Nou ja, en dat werd Salem Salem. Dat werd Salem Salem. En dat klinkt zo. Dat klinkt lekker toch? Je positioneert jezelf ook als een strong woman, hè? Nou, daar denk ik eigenlijk niet zo heel erg over na. Nee, nou, dat is wel super lief dat je dit zegt. Nou, ja. ik ben wel een vechter. En ik kom wel op voor de muziek die ik zelf wil maken. En ik heb me nooit laten sturen door een platenmaatschappij of een managementteam. Ik ben wat dat betreft wel een beetje eigenwijs. Ja. Ik denk dat je dat ook wel moet zijn in dit vak. En denk in elk vak, want jij moet ook een beetje eigenwijs zijn, denk ik, of niet? Jawel. Ja. Ben ik er ook af en toe. Ja. En durven ook. Ja. Durven. Jij moet toch ook wel eigenwijs zijn, want anders kom je er niet. Dat denk ik wel. En, ik denk dat moeten vrouwen eigenlijk eigenwijzer zijn dan mannen? Nou, ik vind dat ze harder moeten werken. Als zich vrouwen het willen bewijzen, maken, ja. moeten ze zich meer bewijzen dan hun mannen. In bijna elk vak. Ja. Bijna ik vroeg me af of u daar last van heeft gehad in het verleden, toen u voor het eerst de politiek inging als vrouw. Toen ik het is echt een eeuw geleden, hè? Diep in de vorige eeuw zeg ik het allemaal goed. En toen ik in 82 in de Kamer kwam, toen waren we echt nog met een klein groepje vrouwen. Ik geloof dat we toen 17 vrouwen, kan je niet meer voorstellen, in de Tweede Kamer hadden. Ja. En in mijn stelling is toen steeds van, vrouwen moesten het echt een stuk beter doen om goed gevonden te worden. Dus als een man het een keer niet zo goed deed, dan was het, hij moet nog leren. Maar ik heb echt vrouwelijke collega's zien struikelen op het feit dat ze niet meteen top waren. Hè? Zitten er inmiddels voldoende vrouwen in de politiek? Nou, in elk geval meer dan gemiddeld in de maatschappij aan de top zitten, zal ik maar zeggen. Want ik dacht dat de Tweede Kamer nu op tussen de 35% en 40%. Ja, ik vind eigenlijk dat het gewoon uiteindelijk naar de helft ongeveer moet. 50-50. Ja, nou ja, goed, er zijn meer vrouwen in het land dan mannen. Zijn meer vrouwelijke ministers? Ja, zijn weer iets meer. Maar doen ze het goed?
Ik vind dat de vrouwen in het kabinet het bepaald niet beroerd doen. Ja. Ja, goed. Ja, dus het is... Edith Schippen, je hebt Bussemaker, Melanie, en niet te vergeten Melanie Schultz. Ja, en Sharon Dijksma, staatssecretaris. Ze zijn allemaal goed bekend, ze werken hard, doen het goed. Ja. Maar ziet u bijvoorbeeld ook dat als er een nieuwe vrouw in de Kamer komt, dat ze het heel zwaar heeft? Dat ze ik heb zelf het gevoel dat inmiddels door het aantal, de diversiteit in de Kamer is nu wel zo groot, dat ik denk dat iets minder speelt. Ik denk dat hoe minder er zijn, hoe harder je moet werken. Overigens, als je het wel goed doet, val je ook meer op. Hè? Dus het heeft ook wel zijn goede kanten. Ja. Toevallig hadden wij op Vrouwendag zo'n discussie over, zet je je vrouw zijn ook in? Ja, natuurlijk zet je je vrouw zijn in. Mannen zetten ook hun man zijn in. Dus natuurlijk zet je dat ook in. Dat doe je natuurlijk wel op een gezonde manier. Maar het zou raar zijn als je dat niet inzet. Nee, natuurlijk niet. En wij gaan ons ook niet als mannen gedragen. Nee. Dat is wel eens een tijdje de gedachte dat geweest. Wel dan trek je ook een krijtpak aan. Jonge meiden hebben dat lang gedaan. Hoor. Ja, echt waar? Ja. In Amerika nog erger dan hier. Maar daar zijn we geloof ik nu wel voorbij. Ja. Nou, Hinter heeft dat in ieder geval niet gedaan. En waar je dat onder andere niet deed, was op het Eurovisie Songfestival in 2008. Want dat zag er zo uit. Over het inzetten van je vrouw zijn gesproken, zou ik zeggen. Wow. En het lag in ieder geval niet aan de jurk. Dat is Mark Visser, hè? Niet zoals... niet zo'n parachute als vorig jaar. Ik heb hem nog steeds over. Hoe kijk je erop terug? Ja, fantastisch. Ja, een fantastisch avontuur. Heel veel geleerd. Ik was heel zenuwachtig en ik had mijn optreden gehad. Ik was naar het toilet gegaan. En Rusland, de Russische artiest, die loopt de kleedkamer uit en die doet... En die gaat zo het podium op. Oh, yeah. Geen idee wat dat betekent. Geen idee wat het betekent. Nee, ik weet het ook. En hij zingt geen noodcijfer en hij wint. Ja. Zeg het maar. Ja. Nou, en ik heb zitten huilen. Ja, sorry. Maar ik heb zo hard voor moeten werken om die act gewoon helemaal... Ja, maar dan gaat dat huilen gaat dus niet alleen over het feit dat je het slecht gedaan hebt of dat je verdrietig bent, maar... Omdat hij er geen pest van kon. En daarom vond dan ik het heel verdrietig. Erg. Mijn vak werd niet serieus genomen. Ja. En ik wist dat Rusland in dat jaar heel veel geld in deze act had gestoken. Ik wist dat ze een beat hadden gekocht van Timbaland. Okay. Nou, daar hangt wel een enorm prijskaartje aan vast. Dus ja, dat was wel heel dubbel. Cecilia Romley, welkom. Dank je wel. Je staat weer op de planken. Een concertreeks, een theatertour getiteld. Mama Sings. Ja. Wat is het voor show? Ja, het wordt een show met een beetje... Ik heb altijd een rode draad in mijn show. Ik vind het altijd leuk om te praten tussen de nummers door, anekdotes te vertellen, dingen wat ik meemaak, wat ik zie gebeuren om me heen. En nu is het zeg maar de lijn, het balans tussen moeder, getrouwde vrouw, leuke vriendin zijn voor je vrienden en ook nog eens gewoon zorgen dat je gezond en leuk blijft. En dat is een beetje een werken. Ik vind het leuk om te werken, maar ik vind het ook zo fijn om thuis te zijn. En met dit beroep doen we eigenlijk allemaal leuke dingen. Dus ik ben heel vaak onderweg. En dan, als je weg bent, dan zit je toch van, oeh, is daar? En dan bel ik altijd wel weer. En een beetje alle ballen hoog houden. En daar ga ik een beetje leuk over vertellen. En daar heb ik liedjes gekozen die met het onderwerp te maken hebben. Dus dan zing ik Nederlandstalig, Engelstalig. Dus ook duidelijk meer dan alleen je nummers zingen. Ja, nee, ik vind dat leuk om wat van te maken. In theater heb je de tijd. Een show, eerste helft 50 minuten, tweede helft een uur. En dan vind ik het leuk om de mensen echt wat meer mee te geven dan dat ik alleen maar liedjes achter elkaar zing. Ja. En ik ga Nederlandstalig, Engelstalig, kleine ballads en een beetje up. Maar hoe is dat gezellig. Dan? Want je vertelt dus ook veel over je privéleven. Ja, maar niet in die zin van dat iedereen opeens alles weet. Maar het is wel dat ik, hoe dichter ik... Wat vertel je niet in het theater? Ja, ik wist het niet. Ik zat je vooral. Nou, het is meer dat ik denk, hoe dichter ik het bij mezelf hou, hoe makkelijker ik het elke keer kan ook vertellen. Want het is ook dingen die je ervaart, hè, bij mensen om je heen. Ik bedoel, op een gegeven moment had ik ook toen ik 30 was een dertigersdilemma. Dan vertel ik op een gegeven moment ook van, er zijn ook situaties waar je dan... mee te maken waar heel veel dertigers zich in kunnen vinden. En nu ook heel veel moeders die ook denken van, dat herken ik. En dan ben je een leuk avondje vannacht en dan 6:30 sta je weer op. Of op het schoolplein rennen, dat je kind op tijd komt. Maar het is ook voor mannen, want straks denken mannen, oh god, dan gaan we het weer hebben over al die kinderen en toestand. Nee, ik geef ook even een soort van
duim voor de mannen, die af en toe ook met die dames namelijk, te maken namelijk. Hebben. Ja. Nou ja, dat kunnen af en toe lastig zijn. En we moeten af en toe ook nog ons best blijven doen. Niet denken, oh, je bent moeder, dus je hoeft die oude onderbroek alleen maar aan te doen. Nee, gewoon lekker sexy. Mooi voor je mannetje zijn is ook erg belangrijk. En we zijn bij de smink samen. Tot in Barneveld staan ze zo voor op de bank, hè? Ja. Serieus, ja. Dat is echt leuk. En het is leuk dat je mensen ziet dat ze denken, oh ja, inderdaad. Of, en ook mannen. Die, herkenbaar voor mensen. Ja, dat is leuk. Ja. Gewoon gezelligheid. Want je staat op het podium met alleen maar vrouwen. Ja, dacht ook een keer wat anders. Ja, ja, dat is een bewuste keuze natuurlijk. Ja. Wat maakt dat het anders? Nou ja, het is gewoon, het staat anders. Een vrouw is een vrouw, een man is een man. En, dat is geen spel tussen te maken. Ja. Nee, ja, ik bedoel, ja, ik heb altijd met mannelijke muzikanten gespeeld die te gek waren. En nu heb ik, dacht ik, joh, ik zoek een paar te gekke vrouwen. Maar wat maakt het anders dan? Want... Nou, de look, alles, de look. Ja. En ja, elk muzikant is anders, hoe die speelt. Dus wat heb je om je heen dan? Piano? Bas, drums en toetsen en een zangeres die erbij staat, bassist. En het is gewoon heel cool om zo'n dame bijvoorbeeld met die bas te zien. Het is heel anders dan dat je een man ziet staan. Het is zo, dus voor de mannen ook leuk om te komen kijken. Ja. Ja. Dus het is tof, het is heel leuk. En dat zorgt er dan niet voor dat de zaal tegenwoordig alleen nog maar mannen zitten? Nee, nee, maar wij hebben wel veel mannen in de zaal, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Nee, maar het is, ik wilde elk jaar wat marketing, hè? Je hebt het over vrouwen. Maar... Ja, maar ik doe ook heel veel. Ik doe het vaak om de 2 jaar. En nu dacht ik gewoon, het thema, wat wil ik daar anders? Weet je wat, we gaan een paar vrouwen bellen, te gek. En ik wil elke keer wat anders doen, iets leuks. Ja. Wat is jouw geheim? 35 jaar lang al zo aan de top. Ja, dat is, ik weet ook niet. Dat is gewoon, zoals mijn oude moeder van bijna 90 zou zeggen, doorzetten. Dat is het. Ik kom uit een supermarktfamilie en het is eigenlijk ook wel een beetje een bedrijf, toch? Ik bedoel, ik heb 15 medewerkers en ik heb ook altijd, ik vind het leuk om te doen. Het is mijn sportschool, zeg maar 4 avonden in de week. En dat waren er altijd 5 of 6 hoor, maar nu de laatste 10 jaar 4 in de week. Bezig zijn tussen 8 en 11, kleedtijden, rennen, doen, gaan. Heerlijk om bezig te zijn. En dat houdt me fit en wakker. En, Maar wat ik bedoel is, jij blijft maar aan die tops. Je hebt wel eens met cabaretiers, die zijn op een gegeven moment heel populair. En dan op een gegeven moment een stuk minder. En dan, maar ik, bij ons thuis vroeger ging het al over Team met de Griffel en Typisch 10. en ik heb het idee dat bij jou heeft er nooit een dal gezeten. Is dat ook zo? Mijn zalen zitten eigenlijk altijd wel vol. Dus natuurlijk iedereen had een beetje last van de crisis en... Dat wil zeggen dat het geen 98% vol, maar 91% of 92% vol is dan, zeg maar. Altijd spannend, de laatste tijd. Of je inderdaad die 98% gaat halen, omdat mensen beslissen erg laat, terecht. Mensen hebben heel veel en er is ook heel veel bijgekomen, aanbod, cabaret. Ja. Maar ik zit gelukkig nog altijd vol en ik denk dat dat komt omdat... ik heb ontzettend betrokken goede groep mensen die werkt. Met name ook mijn lichte geluidsjongens zijn altijd heel erg fanatiek bezig om het nog mooier en groter te maken. Hele goede producent weer, geswitcht, maar tenminste degene die mij begeleidt. Jacques zit er achter mij. Ja. Het is hartstikke goed. En het wordt wel gewerkt. Volgens mij komt het omdat ze altijd ontzettend dicht bij zichzelf blijft. Het is gewoon heel authentiek. Is dat het? Ja. Nou ja, weet je, het is echt wel keihard werk. Ik hoor wel van veel collega-artiesten of zo. Ja, na 1 jaar of 2 jaar, we hebben goede shows gehad, maar nu moeten we weer gaan denken, dat is moeilijk. En ik zie eigenlijk overal humor wel in of zo, in iedereen om mij heen. Dan denk ik, daar kan ik ook nog wel eens wat mee. Of het is zo'n type, moet ik eens. En dat is toch een kwestie, het is heel leuk om het te zetten. Het is eigenlijk een kwestie van gewoon doen. Gewoon doen. Nou, zo heet je show dan ook. Ja. En dat ziet er zo uit. Ja. Bram Moskowitz, die heb ik hier ook gehad. Hij wou graag een naam van zijn vriendin wou die op zijn lid getatoeëerd hebben. Dus ik heb het grootste verjaardagsfeest van Nederland heb ik georganiseerd. Ja, op Facebook 2 jaar geleden in Haren. Misschien weet je het nog. Al is de kans van slagen 1 op 1 miljoen. Blijf het proberen. Toen gewoon. Misschien weet je dat nog, toen ging hij met Eva Jekalinek. Dus en dat wou hij op zijn lid getatoeëerd hebben. Ja, niet de hele naam natuurlijk. Nee, houd toch op, schijt toch uit. Misschien had Eva Jekkie, had er nog net opgekend.
Maar hij is besneden, dus dat nekkie kon er nooit meer op. Je bent natuurlijk ook een vrouw die graag leuke dingen doet. Ik wil nog eventjes namelijk terug naar vorig jaar. Want toen was dit op televisie. Ja, jij gaf de punten voor het Eurovisie Songfestival. Ja. 12 aan België. Dat voor iedereen die altijd loopt te klagen dat de buren elkaar punten geven. maar dat doen we dus zelf ook. Ja. Maar het meest opvallende hier was natuurlijk... je stond in de jurk die Treintje niet had aangedurfd tijdens de optreden. Fantastisch. Hoe kwam je op dat idee? Nou ja, eigenlijk Maurice Wijnen kwam op het idee. We waren... Van stage. Ja, inderdaad. En we zaten... wat waren we eigenlijk aan het doen, joh? Nou, in ieder geval, we waren met enkele een Gijs Stavenmassa ook nog. Zaten we in een ruimte. Zaten een beetje het Songfestival iets te doen. En toen zei hij van... Oh, het ziel, het zou toch kicken als jij die jurk aandoet? Ik zeg... Die jurk, oh my god, daar pas ik toch niet in. Echt, nou, anyways, toen zei ik ga het gewoon doen. Ik ga mijn schoonzus bellen, gelijk gebeld. Trein, die jurk zit hier nog in de kast. Kom, we gaan hem gewoon aandoen. En zij vond het heel erg grappig en dacht van, ja, kom op, doe maar. En ik heb hem gepakt. Nou, en het publiek daar in Wenen reageerde echt enorm. Omdat het zo'n gedoe was om die jurk. Jeetje, Mina, maar dat is toch gewoon, gaat het over. Had ze hem niet toch gewoon aan moeten doen? Ja, maar het zat zo strak, ik zou niet eens kunnen zingen, joh. Ik kon niet eens zitten. Het was echt verschrikkelijk. Ik kon net die 12 punten eruit. Ja, ik zat echt alleen maar, maar god, wat ben ik blij dat ze me niet aan heeft gedaan. Maar het was echt, het was zo'n toestand. En ik vond wel kicken dat het publiek echt dacht van, dat is echt heel leuk. Nu Edcilia Romley met het nummer Als Je Me Belooft. Ja, we zijn een klein groepje, dus we gaan wel... Hey, kom bij me, even een minuutje rust. Door al die drukte ben ik een beetje uitgeblust. Al weken ren ik de benen weer eens uit mijn lijf. En ook ben ik voorlopig nog een avond vrij. Oh, we zoeken naar die kwaliteit. Oh, en ik wil jou nog lang niet kwijt. Als jij me belooft dat je nooit meer verandert, ben ik voorgoed van jou. Als jij me vrouwen echt niet zijn voor jou. Als jij me belooft dat je nooit zult vergeten dat ik echt van je hou. Vertegenwoordiging uit de politiek is een onmiskenbaar element in Frits. De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, schoof het afgelopen seizoen aan. Net als de fractievoorzitter van de ChristenUnie en de belangrijkste vrouw van het CDA in de Tweede Kamer, Mona Keijzer. Nou, ik ben van huis wel op. Mijn vader is een hele nuchtere man die altijd zoiets heeft van, nou, waarom zou jij dat niet kunnen? En zo ben ik dus ook een beetje opgevoed. Maar het was ook in een tijd dat het met mijn partij niet goed ging. En ik dacht wel toen bij mezelf van, nou, daar kan ik een hele positieve bijdrage aan leveren. En toen heb ik het gewoon gedaan. Je hebt het gewoon gedaan? Nou, je hebt het niet zomaar gewoon gedaan, want je viel ook meteen op. Ja, dat zeggen ze, ja. Ja, nou, dat bleek wel. Hoe kwam dat? Wat was jouw kracht? Weet je... Je strategie misschien wel? Nou, weet je, nee, ik ben gewoon gaan doen wat ik altijd doe. Gewoon in eenvoudige woorden, in klare taal uitleggen waarom ik vind wat ik vind. En dat is een beetje het Volendamse toch ook in mij. Gewoon recht door zee en zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Om maar eens een aantal... Ja, een bekende politieke uitspraak. En dat zit ook gewoon een beetje in mij. En dat hoor ik ook heel vaak van mensen. Dat ik in staat ben om ingewikkelde dingen eenvoudig uit te leggen. Ja. Nou, dat sprak blijkbaar aan. En heel Volendam liep uit en stemde op jou. Volendammers zijn heel nuchter van huis uit. Het is in Volendam heel erg van, doe maar gewoon, dan doe je vrij gek genoeg. Nou, denk je, als ik aan Volendam denk, dan denk ik toch niet aan, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg, toch? Toch wel, hoor. Ja? Ja, absoluut. Kijk, in Volendam hebben we natuurlijk wereldartiesten in de rondte lopen. Nogal. En voetballers en noem het allemaal maar op. Maar dat is echt niet denken dat je dan voor mag bij de bakker. Integendeel. Als je maar vooral achteraan aansluit. Ja, maar dat is misschien ook wel goed. Het is heel goed. Ja. Hoe eervol is dat, fractievoorzitter zijn? Ja, zeer, zeer. Dat betekent dat je directe collega's vertrouwen in je hebben. Dat de partij vertrouwen in je heeft. Nou, en dat moet natuurlijk straks blijken ook op het congres. Als ik word aangewezen als
lijsttrekker. Ja, want volgende maand... 23 april. Ja, ja, het is de verkiezing tot lijsttrekker. Ja. Maar er is maar één kandidaat, hè? Vorig nog, ja. Beetje Noord-Koreaans? Beetje Noord-Koreaans, ja. Nou ja, je kunt het als een teken van vertrouwen zien. Zit hier een tevreden minister van Economische Zaken? Ja, tevreden ben je als je klaar bent en als het werk erop zit. En dat is niet zo. Maar het is wel prettig dat toen we begonnen met dit kabinet... hadden we een krimp van 1% per jaar. Daar werden met z'n allen armer. En nu op dit moment is dat omgekeerd. We worden 2% per jaar rijker vorig jaar, naar verwachting dit jaar. En dat is toch veel beter. Als gevolg daarvan komt er meer belastinggeld binnen, is er een minder groot overheidstekort. Ja. Kunnen de lonen omhoog, mensen kunnen meer besteden. En dat betekent dat we met z'n allen vooruit gaan. Waren we ook wel weer een beetje aan toe, hè? Daar waren we absoluut aan toe, want we hadden een mager jaar. Maar op dit moment hebben we een hoger gemiddelde of een hoger economische groei dan het gemiddelde in Europa. En de vooruitzichten zijn zeker niet slecht. Vooral omdat Nederland een hele sterke exportindustrie heeft. Hoeveel zetels gaat de ChristenUnie halen onder jouw leiding? Jij zei net een getal van volheid, hè? Dat was 7. Hè? Dat zou heel mooi zijn. En dan sta je misschien wel voor de keus met die 7 zetels. Ik kan het kabinet in en in dat kabinet zit ook Geert Wilders. Of ik moet de oppositie in. Wat kies je dan? Nee, de politieke samenwerking met deze Geert Wilders lijkt mij bijna uitgesloten. Bijna uitgesloten? Ja, je gaat, als de uitnodiging komt, stel dat hij de grootste wordt, hij nodigt je uit. Uitnodigingen neem je altijd aan, dan ga je praten. Maar ik denk dat het gesprek vrij kort is. Maar niet het kabinet? Nee, daar kan ik me heel weinig bij voorstellen. Dat is nog steeds die paasgedachte. Dat is nog steeds die vriendelijke manier van zeggen. Iemand die zegt... De kern van onze rechtsstaat is, iedereen is gelijk voor de wet. Ja. Iedereen wordt gelijk behandeld. Ja. Dat is het fundament van onze rechtsstaat. En als hij zegt, sommige rechten zijn wel voor christenen en niet voor moslims... dat is niet de rechtsstaat waarin ik wil wonen. Dus je sluit de PVV en Wilders uit? Zolang hij daaraan vasthoudt... Ik zeg het voor. Ja. Niet alleen zware thema's en serieuze onderwerpen passeren de revue. In Frits genoeg luchtige momenten vol humor. En dat kan ook niet anders met gasten als Ruben van der Meer, Jacques Bral, Wart Kamps en stand-up comedy talent Ryan Pandai. Ik was vroeger altijd heel verlegen, nog steeds wel. Maar als ik op het podium sta, voel ik me altijd veel meer vrij om gewoon te vertellen wat ik echt wil vertellen. Ja, dat hebben je ouders ook gemerkt. Ja, ja, zeker. Mijn ex ook. Ja, ja. Je ex ook. Ja. Maar je vader en zeker je moeder, die heeft het gemerkt. Moesten die net zo hard lachen als wij? Mijn ouders wel. Ja? Ja, de rest minder. Dan heeft je moeder in ieder geval gevoel voor humor. Kijk maar. Ik heb pas noodgedwongen een tomtom moeten kopen, want Surinaamse ouders zijn de allerslechtste tomtom. Ik moest naar de tandarts. Hij had een nieuwe vestiging in Zaandam. En mijn moeder zou uitleggen waar het was. Maar mijn moeder legt niet uit met links en rechts. Nee, nee. Mijn moeder legt uit met hier en daar. Want ik zit in de auto. Ik ben aan het rijden. Op een gegeven moment naast me. Rijden. Kijk. Hier. Ik zei, mam, ik kan niet kijken nu. En ze zegt, hier. Ik zeg, als je schreeuwt, gaan we niet vinden. We zitten op de snelweg naar Groningen. Ik zeg, mam, waar is hier? Ja, nou is het daar! Het is echt gebeurd trouwens. Ja. Komen veel van die situaties die je dan beschrijft in je show, die komen echt uit de werkelijkheid? Ja, bijna alles, ja. Ja. Zo goed als alles. De basis is altijd echt. Het is echt een teamsport. Ja, je merkt, we hebben echt over het jaar heel veel spelers gehad en getest. En je merkt, kijk, uit de comedy... Dan heb je toch, zijn er toch stand-up comedians die zijn gewend alleen te spelen. Ja. Ja. En dan, dan hebben ze al snel, dan moeten ze echt trainen en leren van... Je moet ook voorzetten geven en niet... En naar elkaar luisteren. En naar elkaar luisteren. Ja. En niet zo in jezelf gekeerd en kijken voor de reactie van het publiek. Ja. Laten we nog even kijken, een stukje uit de improvisatieshow. Ja. Het misdrijf wat Ruben heeft gepleegd. Een dolfijn verkracht, zeg je dat nou? Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ik heel even, want u zegt het is een misverstand, maar gaat het hier om iets in de relationele sfeer? Het is een ex. Het is een ex van me. Het is een ex. Ja, het is een ex. Het is een ex van me. Het was een die op de markt tegenkwam. Die kwam ik op de markt tegen. Ik neem aan dat deze ex lag. In de stal. Ja. Mijn cliënt heeft een veelzijdig seksleven op de markt gehad. Ja. Hoe lang heeft het hele misdrijf bij elkaar geduurd? Dat hebben we toch over... Dik 3 uur. Dus je geeft toe dat het een misdrijf is? Nee, een misdrijf. Orde, orde, orde.
Cornerback. Ja. Waarom heeft u ervoor gekozen om een dolfijn... Ja, te... af te trekken? Ik zal dus even kracht bijzetten. Die dolfijn was al verkracht voordat hij hem tegenkwam. Oh, okay. Ja, maar die dolfijn heeft mij verkracht. Nee. Order in the court of law! Nogmaals. Order in the court of law! Het mooie van deze scène is, jij hebt dus iets gedaan, je staat voor de rechter. Ik sta voor de rechter. Maar je hebt geen idee wat het... Nee, ik ga eerst onder de koptelefoon, dan gaan ze dus verzinnen wat ik heb gedaan. En ik kom dan met een advocaat daar binnen en wij moeten ons verdedigen, maar we hebben dus geen idee wat ze hebben verzonnen. Ja. En dus ik had dus een dolfijn verkracht. Ja. Dus hij vraagt van, waar ken je het slachtoffer van? Nou, zijn ex van me. Ja. En daarom gaat het publiek lachen. Want het denkt van, dat is toch buitengewoon knap. Ja. Je weet niet, hij valt goed. Oké, nou, dit is grappig. Nou, dan ga ik daarop door. Look, there is no excuse. Het spijt me, Svetlana, maar dat is nou helemaal niet hoe we de dingen hier doen. We zijn gewoon wat meer van het poldermodel. Ja, nou, en als je daar geen zin in hebt, dan kun je maar beter weggaan. So you're the poldermodel. Yes, I'm the poldermodel. Can you say that again? Yes, I'm the poldermodel? No, it's the... Yes, I'm the poldermodel! Yeah. Nou, we gaan er nu maar snel een kopje thee voor me halen. Which flavor? Zwarte besjes. Neo Grey. Okay. En heet. Yeah. Flink laten trekken ook. Ja. En melk erbij. Yes. Nee, suiker. No. Geen melk. Okay. Ja, en een klein koekje. Koekje? Nee, heel klein. Niet te groot. Ja, mini koekje. Small. Ja, en een grote mok. Makkie. Ja, flink heet. Okay. Ga maar. En laat het trekken ook, hè? Yes, sir. Geen melk. Oké. Okay. Hup. Jij speelt de captain, hè? Ja, die niet aan kan. Nee, die niet echt heel erg leiding geeft, vooral. En in dit seizoen krijgt hij hulp van Svetlana, een Russische astronaut, een Russische verstekeling. Gespeeld door Ellen Parra. En die probeert een beetje, die krijgt een beetje een SM-achtige verhouding. Ja, die probeert een beetje een tik onder zijn kont te geven. Komt er een derde seizoen? Dat is nog een beetje onduidelijk, want de kijkcijfers waren niet heel... Ik vond het zelf namelijk heel leuk. Ja, maar het is misschien ook omdat ik er zelf in zit. Ja. Dus ik zat keihard te lachen. Dat zou kunnen helpen. En het is wel, iedereen vond het echt goed en het is goed ontvangen in de pers ook, maar qua kijkcijfers zat het een beetje op een moeilijk tijdstip, dus het hangt er nog een beetje van af. Okay. Ik hoop het wel, ja. Dat was te gek om te doen. Het eerste wat je denkt is met een blonde pruik op en daar gaan we, hè? Dat is gewoon Rasmus. Maar de humor heb ik in deze voorstelling uit mijn handen geslagen, want er is natuurlijk geen gerechtigheid geweest voor die vrouwen. Er is nooit een moordenaar gevonden en het is eigenlijk meer een altaartje geworden voor Sybilla Niemans, hè, zoals ze dan werkelijk heet. Er zit wel humor in de voorstelling, want het gaat over de Haagse Penose en over de rechercheur de Koplamp, hè, met zijn bolle ogen. Daar zit wel humor in natuurlijk. Maar het is om het verhaal vooruit te duwen. Uiteindelijk is het een triest verhaal natuurlijk. Ja. En het feit dat mijn moeder haar heeft gekend als kind vind ik ook wel bijzonder. Dat vond ik wel heel bijzonder. En met welk gevoel wil je dan dat mensen uiteindelijk... Want normaal gesproken is het, ik heb een hele avond hard gelachen bij Sjaak. Ja. Ja. Met welk gevoel wil je dan nu dat mensen voorstelling uitgaan? Je merkt nu al dat mensen natuurlijk toch zoiets hebben. Ik heb een heel spannend verhaal meegemaakt. En hoe het afloopt ook. Hè, er zitten best wel bijzondere elementen in die voorstelling. Dus je denkt van ja, het is me toch wat. En is het wel 55, 60 jaar geleden. Maar een onopgeloste moord blijft altijd leven. Dus mensen gaan zich er altijd mee identificeren. Met hoe zat dat dan? En zo. Krijg je nog steeds heel veel mailtjes en reacties van mensen na afloop van ja, ik was vroeger haar krantenjongen. Ik kreeg een snoepje van haar. Ik weet wie het gedaan heb. Mensen die allemaal informatie toch steeds hebben. Dus het blijft nog steeds een beetje rondgaan. Ik zou bijna deel 2 kunnen maken. Maar er zit geen boodschap in. Het is een, dus dat je nou ja, het is een verhaal wat ik vertel. En wat is de boodschap? Uiteindelijk dat je zelfs na je dood nog kan worden geschoffeerd. Want er is natuurlijk iets raars gebeurd met die vrouw de dood. En uiteindelijk is het verhaal wel een beetje. De kleintjes worden gepakt en de grote ontsnappen. Want dat is wat er gebeurd is eigenlijk. Een van de onderwerpen die in het afgelopen seizoen regelmatig terugkwam, waren de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Inmiddels weten we dat Hillary Clinton en Donald Trump strijden om het Witte Huis. Charles Groenhuizen die schreef een boek over Donald Trump en zat bij mij aan tafel. En aan communicatiestrateeg Jan Driessen vroeg ik welke trucs mensen toepassen om anderen voor zich te winnen. Het is inderdaad de stunt van het Rijksmuseum geweest en van Wim Pijpers. Die wilde een foto hebben voor het Rijksmuseum. Ja. Die nam tegen alle afspraken en het protocol in dit moment. Ja. Hij gaf hem een hand. Goed maar als gedaan. Wij elkaar hier een hand geven, en dan heb jij een gesloten houding en ik een open houding. En daarmee bedoel je, ik moet voor mezelf langs. Jij moet hier zo langs. En de macht staat altijd rechts in beeld. De macht staat altijd rechts in beeld.
Want wij zijn in Nederland en in de westerse wereld geconditioneerd. Wij lezen van links naar rechts. Ja. We hebben bij de NOS en bij alle westerse omroepen afgesproken dat schaatsers van links naar rechts schaatsen. Dat fietsers van links naar rechts fietsen. Dat auto's van links naar rechts rijden in China en dus in Korea. En dus staat de machtigste man op de foto altijd, die staat... Links. Maar dit is de fout van wie? Nee, want als je weet, dit is het meest en het best voorbereide bezoek aan Nederland ooit. Ja. De macht staat rechts, dus ook als je kijkt in Amerika, hij staat altijd rechts in beeld. Vanuit hij staat links, maar hij staat rechts in beeld vanuit het publiek. De persconferenties, de ontmoetingen met andere toppers, altijd maar rechts jou, in beeld. Je zou ook kunnen denken... Jij zit ook fout. Jij zit ook fout hier aan tafel. Wat een slimme kerel, die Pijbus. Want die Amerikanen, die denken nu allemaal... Die Pijbus die is nog belangrijker dan Obama. Maar je zult zelden een foto zien... waarin een gast, zelfs de paus niet, aan de rechterkant van de machtigste man van de wereld staat. En jij weet het met verkiezingsuitzendingen. Ik heb dat ook voor daarna vandaag en daarna voor de VVD vaak mogen organiseren. Dat was zo'n gedoe. Wie er aan de rechterkant mocht zitten. Dat de NOS uiteindelijk besloten heeft... we houden hiermee op, we zetten het in een rotonde in Carré... en iedereen staat gewoon midden in. We gaan nooit meer hetzelfde op een foto. One of the things people love about you is you speak your mind... and you don't use a politician's filter. However, that is not without its downsides, in particular when it comes to women. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account only is Rosie several... O'Donnell. I know the greatest negotiators in the world. Some are horrible people, horrible human beings. Who cares? Some Wall Street guys, they're brutal, they're miserable. You wouldn't want to go out to dinner. They're terrible people. I love the Mexican people. Two waiters came up to me tonight. Mr. Trump, we love you. I said, where are you from? Mexico. I said, that's great. I love you, too. I do. I love Mexico. I've had tremendous relationships with people in Mexico. But I said, we need a strong border. I said, we need a wall. We give state dinners to the heads of China. I say, why are you doing state dinners for them? They're ripping us left and right. Just take them to McDonald's and go back to the negotiating table. Seriously. How stupid are our leaders? How stupid are these politicians to allow this to happen? Ja, Charles, hij beledigt zo ongeveer iedereen. Hè? Wat hem maar voor zijn voeten komt. En laten we nou eens ophouden met die politieke correctheid in Washington. Laten we nou gewoon zeggen wat we denken. En kiezers roepen dan, althans degene die fan van hem zijn, hij zegt wat ik denk. Denk je dat hij echt president kan worden? Ja, ik denk het wel. Echt? Ik denk dat hij kandidaat wordt namens de Republikeinen. Als hij een betere kandidaat tegenover zich had, dan zou ik heel erg twijfelen. Maar Hillary is geen sterke kandidaat. Kijk, Hillary stond een jaar geleden op 55%. Bernie Sanders stond toen op 5%. Nu staan ze dus pakweg 10% van elkaar. Ja. Als je kroonprinses bent en zo naar beneden dondert, dan ben je geen hele goede kandidaat. Dat is een van de redenen dat Trump het zou kunnen worden. Het zou een extreme president zijn, absoluut. Dit hebben we nooit eerder in deze vorm meegemaakt. Maar tegelijkertijd, Frits, elke keer als hij in die speech zegt... van, ik ga een muur bouwen en ik ga 11 miljoen illegaal het land uitgooien... dan gaat hij helemaal niet doen. Dat kan namelijk helemaal niet. De Amerikaanse grondwet, er zijn een paar dingen interessant, maar één ding is checks and balances. Als jij denkt dat je wat te vertellen hebt, zeg ik van, meneer Hufnagel, nee. Ja. En vervolgens zegt hij nee, maar en jij, het is voortdurend verdelen. Vraag maar aan Obama, hoe die tegengeweest wordt door de Republikein. Ja. Die had allemaal ideeën, dan een beetje linkse ideeën, maar dat doet er verder niet zo toe. En uiteindelijk moet hij zich op allerlei punten terug. Zo'n muur bouwen bijvoorbeeld. A zegt hij, dat laten we de Mexicanen betalen. Nou, de Mexicanen zeggen, ja, 11 miljard zou dat kosten. Ja. Maar het congres gaat over het geld daar. Net als de Tweede Kamer hier in Den Haag. Ja, dus hij kan het niet bepalen. Maar de Rutte kan van alles willen. Als de Kamer zegt van, gaan we niet doen, meneer de premier. Dus wat dat betreft, hij zou iets vaker, iets minder vaak ik moeten zeggen in zijn speeches. En iets vaker wij. Ja. Jarenlang is hij een vertrouwd gezicht op de tv. Samen met Frits Wester is Jos Heijmans het gezicht bij RTL Nieuws wanneer het over de politiek gaat. Maar daar komt een eind aan, want de parlementair journalist gaat met pensioen. Van wie we nog niet wisten dat hij zou stoppen met zijn 17-jarige carrière bij het NOS-journaal, was Rick van der Westerlaken. Hij maakt volgende maand de overstap naar Net 5. Maar in Frits hebben we het eerst nog over het nieuws lezen en zijn avonturen bij Wie is de Mol. Het kan niet zo simpel zijn dat we landen en dat daar dan een envelop met geld ligt. Rick. Hallo. Zal ik even daar oplopen? Ik ga maar even toe. En op dat moment komt er een boot aanvaren. En toen dacht hij, dat kan geen toeval zijn.
Ja, Rick, je begon al een beetje moeilijk te kijken. Het was niet je beste moment in Wie is de Mol wel. Nou ja, het is het moment wat voor veel mensen blijkbaar een bewijs was dat ik misschien wel de Mol zou zijn. Ja, je kreeg vrijwel alle verdenkingen op je. Het geld ligt voor het oprapen en jullie lopen gewoon weg. Ja. Ja. En dat hebben we ook echt zo gedaan. We wisten het echt niet. Ja, nee, het was geen mollenactie, nee, toch? Helemaal niet. Nee, het was gewoon een stupiditeit. Je hebt vorig jaar meegedaan. Ja. Dit jaar dus voor het eerst gekeken nadat je mee hebt gedaan eigenlijk. Ja. Hoe was dat? Heel anders. Maar ik keek dit jaar natuurlijk ook omdat ik Moltok moest presenteren. Het nabeschouwingsprogramma. Het soort alsof je voetbalwedstrijden zit te evalueren. Maar dan dus de aflevering van die avond. Het is best wel bijzonder om te doen. Wij mochten die aflevering van tevoren bekijken. Dus dan kijk je wel op een andere manier dan de gemiddelde kijker. Dus ik zat echt wel op mijn computer te kijken wat gebeurt er en wie doet nou precies wat. En echt aantekeningen te maken. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Ja, behalve toen ik meedeed. Maar dat is dan weer een heel ander verhaal. Bijna met pensioen. Ja, erg hè? Ja, nou, is dat, is het iets waar je naar uitkijkt of vind je het heel vervelend? Ik weet het eigenlijk niet. Het is, vroeger moest ik er niet aan denken dat je op een gegeven moment zou ophouden met werken. Nu het moment nadert, zie ik ook wel leuke dingen. Bijvoorbeeld dat ik nooit meer in een weekend hoef te werken. Lijkt me geweldig. Ja, ja, behalve vandaag dan. Maar ja, van nu ben je ook nog even aan de slag. Want als het als de Tweede Kamer met reces gaat, dat is begin juli? Ja, 7 juli is de laatste Kamerdag. Ja. Dan stopt de Kamer ermee. Nou, lijkt me een mooi moment om er zelf ook mee te stoppen. Dat is wel altijd zo'n dag die heel lang duurt volgens mij in Den Haag. Ja, want er moet natuurlijk altijd nog gestemd worden. Alle stemmingen moeten nog gedaan worden. Dus dat soms wordt het wel 3 uur, 3:30 voordat het klaar is. En daarna is er nog altijd een groot feest in Perscentrum Nielsboort. Ja. Dus je ziet altijd wel de zon weer opgaan. Oké, dus je laatste dag wordt in ieder geval een lange en een leuke. Absoluut. Ja. Ja. 40 jaar, ruim 40 jaar in de journalistiek. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Ja. Nou, het geeft eigenlijk aan dat ik dus kennelijk niks anders kon dan dat. Is dat het? Dat is eigenlijk het enige vak wat ik gedaan heb. Ik ben begonnen bij, hier in Den Haag bij Dagblad de Binnenhof. Daar heb ik 3 jaar gewerkt. Daarna heb ik 19 jaar bij de GPD gezeten. Een persbureau voor regionale dagbladen. En nu 21 jaar bij RTL. Dat geeft wel aan dat ik niet een jobhopper ben. Ik heb maar 3 baantjes gehad. En hoe kwam je bij RTL terecht? Door Frits Wester, mijn collega, die was op zoek naar mensen en vroeg aan mij of ik soms mensen kende die bij RTL zouden werken. Dus toen riep ik nog, nou, ik zal eens nadenken. En s'avonds dacht ik van, ja, waarom zou ik het zelf niet doen? Wist je al heel jong dat je dit wilde gaan doen? Nou, niet per se televisie maken, maar ik vond het wel leuk om... Nou, ik maakte heel vroeg al een wijkkrantje, dus met nieuwtjes erin en schoolkranten. Maar op een gegeven moment ging ik bij de lokale radio werken en dan maakten we hoorspelen. En het werd, het kon niet gek genoeg eigenlijk. Nee. En langzaam ben ik gewoon, tijdens mijn studententijd ook weer radio gedaan. En dan ontdekken dat je media, nieuws, interview... En toen via AT5 naar het NOS Journaal. Maar dan ben je niet echt begonnen als nieuwslezer, geloof ik. Nee, ik heb gewoon redacteur. Want ik las in een interview dat je het in het begin helemaal niet zo naar je zin had. Nee, ik ben... Dat is wel grappig toen ik bij de NOS binnenkwam. Ik kwam natuurlijk van de jonge hondenclub AT5 af. Waar je gewoon met een stekker en een stukje stroomdraad een televisieuitzending moest maken. Maar wel een kweekvijver voor heel veel... Ja, maar dat is ook volgens mij waarom het zo goed werkt als kweekvijver. Ja. Omdat mensen die dat kunnen, die blijven bovendrijven. En de rest... Die stopt ermee. Ja, dat geldt voor, dat geldt voor alle kleine poelen. Als je geen geld hebt, moet je creatief zijn. En dat was superleuk om te doen. En toen ik bij de NOS kwam, was het een andere organisatie dan nu. En veel hiërarchischer. En ik was binnengehaald als redacteur-verslaggever. En er waren best wel veel redacteuren die daar al 10 jaar bezig waren. Ook wel het verslaggeverschap ambieerden. En ineens dachten, wat komt dat pikkie? Hier doen. Wat kom jij nou hier? Hoezo ga jij wel verslaggeving doen? En mag ik dat niet? Dus er was best wel een vervelende sfeer. Dus toen ik daar binnenkwam, dacht ik, ik blijf hier niet zo heel lang. Een jaartje. Ik kijk kunst of ik ga even wat anders doen. Maar je kunt van tevoren niet zeggen hoe dingen lopen. Nee. En toen viel Annette van Tricht uit? Ja, Annette van Tricht, En toen moest je gaan nieuws lezen? Nou, ze plukte mij gewoon vanaf de redactie en zeiden... er is iemand weggevallen. 6 uur, dat is over 2 uur. Ga maar zitten.
Dat was natuurlijk een prachtig lijstje met namen. En volgende week gaan we nog even door met Anne-Wil Blankers, met Willeke Alberti, met Casper van Koten, met Wouter Hamel. Kortom, volgende week weer kijken. Tot dan. Dag!